Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw videoblog. Ik ben vandaag op Cyprus en vandaag ga ik het met jullie hebben over geldcreatie. Een heel belangrijk onderwerp voor mensen die aan dividend investeren willen doen, is het feit te weten te komen hoe geld tot stand komt. Heel klassiek hebben de meeste mensen nog als beeld dat er achter elke euro die je uitgeeft, dat daar een soort euro in goudwaarde in de bank ligt. Maar er zijn banken al hele ruime tijd van afgestapt. Er ligt helemaal geen goud in een kluis dat de euro dekt. En dat is interessant, dat gegeven, want ja, dat gooit eigenlijk een beetje je hele denken over geld overhoop. En het is ook interessant omdat ik zelf bijvoorbeeld ook helemaal niet wist vroeger hoe dat in elkaar zat en er eigenlijk ook niet zo mee bezig was. Ik wist heel goed hoe ik liedjes moest schrijven of hoe de tv werkt of allerlei geschiedenisfeitjes. Maar zoiets simpels wat ik dagelijks gebruikte als geld, daar wist ik eigenlijk helemaal niet zoveel van af. Ik had met de economie er wel eens wat over gehoord, maar summier en ook niet eigenlijk tot de kern komend. Want als je tot de kern komt, dan zie je dat geld, dat waar we mee vertrouwd zijn, zoals bijvoorbeeld de euro, dat iets is waar je mee op wordt gevoed en eigenlijk een beetje wat je wordt opgedrongen ook. Je moet die munt gebruiken en je kan in heel veel gevallen kun je ook niet met andere munten betalen in Europa dan met de euro. En dat is eigenlijk wel interessant, want daar denk je zelf niet zo heel over na. En ja, als je over geldcreatie gaat nadenken, dan kom je eigenlijk, het is een heel belangrijk onderwerp, kom je steeds dichter bij de kern van waarom dividend investeren ook zo belangrijk is. Geldcreatie is het scheppen van nieuw geld. Er is altijd geld nodig omdat mensen transacties willen doen. En banken die produceren eigenlijk dat geld en samenwerken met overheden. Die zijn eigenlijk een beetje de machthebbers over het geld. Net als wat vroeger, als je een bericht wilde sturen naar iemand, dan moest je een brief schrijven. En dan ging de posterijen ging daarmee aan de slag. Die ging dat dan voor jou organiseren. Een overheidsinstelling. Nou, zoals gezegd, die banken en regeringen werken samen. En ook dat geld moet ergens op gebaseerd zijn. En zoals gezegd, vroeger was dat gebaseerd op goud. Daar zijn ze vanaf gestapt. En waarschijnlijk omdat dat niet snel genoeg ging. Het te stabiel was. En toen is er overgegaan op het creëren van schuldpapier. En het baseren van de euro op schulden. Ja, is eigenlijk heel simpel. Banken scheppen geld omdat ze verwachten dat ze dat geld in de toekomst weer terug zullen krijgen. Omdat ze heel veel leningen uitzetten. Schulden. En het zijn bijvoorbeeld hypotheken. Daarom zie je ook dat er de afgelopen 30, 40 jaar steeds meer koopwoningen op de markt zijn gekomen. Steeds meer mensen een hypotheek krijgen, omdat dat de bank goed uitkomt. Omdat ze daardoor een geldcreatie kunnen doorzetten. Omdat ze ervan uitgaan dat die leningen allemaal worden terugbetaald over de loop der tijd. Maar daar houdt het niet mee op. Ze hebben het schuldpapier, dat loopt aardig op. Maar er is altijd behoefte aan nieuwe schulden. Dus ja, soms worden er ook schulden verzonnen. Zoals bijvoorbeeld leningen voor allerlei doeleinden die men vroeger helemaal niet had. Hè. Zo kun je nou allerlei telefoonleningen afsluiten of verzekeringen voor van alles en nog wat. Of denk maar aan de studielening. Dat is natuurlijk een heel slim uitvindingje van de overheid dat ze een studielening hebben uitgedacht. Omdat dat mensen al veel vroeger in de schulden zet. Dat is is interessant, omdat dat vroeger voorheen ook niet gebeurde. Voorheen gingen kinderen van school, dan gingen ze meteen werken en dan klommen ze op die manier hoger op. Deze opleidingen intern of ze gingen zelf een avondschool doen. Maar schulden aangaan om een studie te volgen, dat was eigenlijk helemaal niet. Dat deed eigenlijk niemand. Ja, dat heeft de overheid dus gepromoot de afgelopen 40 jaar. En steeds meer jongeren zijn ook verder gaan studeren, moeten ook studeren. Ze zijn ook verplicht om een studie te volgen tot een bepaalde leeftijd. En zo zie je dus dat die schuldenlast groter wordt. Dus dat het de dekking van de euro, gebaseerd op schulden, dat die ook daadwerkelijk toeneemt. En dat is belangrijk om te weten, omdat je, als je dat niet snapt, als je niet snapt waarop geld nu gebaseerd is, dan snap je ook niet waarom het belangrijk is om in dividendaandelen te zitten. Het is niet alleen maar omdat de inflatie hoog is, omdat geld continu wordt bijgedrukt, maar het is dus ook omdat geld gebaseerd is op schuld. En als het ergens fout gaat, als er ergens één lucifershoutje uit de grote stapel weggetrokken wordt en de hele toren stort in één, ja, dan wil je dus niet in dat geld zitten. Dan wil je dus niet in die
ja, in die waardeloze, dat waardeloze papier zitten van wat alleen maar gebaseerd is op schulden. Wat eigenlijk er niks wordt gedekt behalve die schulden die in de toekomst mogelijkerwijze zouden moeten worden afbetaald. Dat dit alles fout gegaan heb je kunnen zien met de huizencrash in 2008 in de Verenigde Staten. Ook gebaseerd op alleen maar op schuld. En uiteindelijk valt er één torentje om. En dan vallen alle andere torentjes als dominostenen ook om. Ik ga niet in dit vlog helemaal uit de doek doen hoe geldcreatie tot stand komt en hoe et cetera. Maar het is gewoon om je te motiveren om dat te onderzoeken. Dat dit een belangrijk thema is. Dat je dit leert snappen. Dat je snapt dat wanneer dat je feiten, zoals de historische feiten, wel weet. Die eigenlijk helemaal nergens toe doen. Zoals de slag bij Waterloo bijvoorbeeld. Dat is leuk om te weten, maar je hebt er eigenlijk verder niks aan. Dat je dat soort dingen wel leert op school. Maar over geldcreatie en over hoe dat dan daadwerkelijk zit, daar hoor je niks over. Dus dit is eigenlijk een blog om je te motiveren als dividendinvesteerder. Als je dit nog niet weet, ik wist het ook vroeger niet, om daar meer over te gaan lezen. Om daar ook andere vlogs over te gaan kijken die dat nauwkeuriger uitleggen. Omdat het heel belangrijk is. Omdat het heel belangrijk is om te weten waar geld vandaan komt. Dat een economie op schulden gewoon geen houdbare economie is. En waarom dan dividend investeren zo belangrijk is. En dividend investeren is zo belangrijk omdat het wel op iets tastbaars is gebaseerd. Een aandeel, als je dat koopt, is het gebaseerd op een bedrijf. Een bedrijf is tastbaar, een bedrijf is echt, een bedrijf produceert dingen die gewoon hier en het nu tot stand komen. Niet schulden die in de toekomst mogelijkerwijze afbetaald gaan worden. Dus daarom is dat belangrijk voor dividend investeerders om dit begrip goed te begrijpen. Geldcreatie. Nou, dan kun je, als je dat intikt in Google, kun je er al veel meer over vinden. Ga ermee aan de slag en ik zal er nog eens later op terugkomen. Maar voor nu is het gewoon belangrijk om te snappen dat als geld op schulden wordt gebaseerd en mogelijkerwijs dat het geld waardeloos wordt als die schulden niet worden afbetaald, dan snap je natuurlijk dat het heel verstandig is om in dividendaandelen te zitten. Omdat deze ten eerste, zoals ik al zei, gebaseerd zijn op tastbare, echte bedrijven die gewoon dingen produceren die nodig zijn, die zich op de markt aanpassen. En anderzijds omdat ze een dividend uitkeren, wat weer een voordeel heeft dat je een inkomen behaalt. Wil je nou meer weten over dividend investeren? Volg ons dan op Facebook. Daar hebben we de groep dividend investeerders. En daar praten we nog verder over wat we met ons dividendportfolio doen. Dat was het voor vandaag. Vanuit Cyprus zeg ik bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.